We gaan vandaag met RTVN Rob Stap en gaan naar een heuse chocoladefabriek. Een chocoladefabriek? Dat mag ik niet zeggen. Het is een chocolaterie. Wat gebeurt daar? Hoe wordt chocola gemaakt? Waar komt het vandaan? Wat kun je allemaal met chocola? Wij gaan dat ondervinden. Peter van der Rient, jij bent de eigenaar van deze chocolaterie. Wat is chocola? Waar komt het vandaan? Bij alles wat rond Evenaar groeit, heb je een mooie cacaoboom en mooie cacaovruchten. Een cacaovrucht, die kom je in verschillende kleuren tegen. Als je die cacaoboontjes uit de vrucht haalt, dan worden ze 3 dagen op een hoop gegooid. Dan krijg je een klein beetje een gistingsproces in de cacaoboom. Is mede smaak bepalend voor de chocolade die je krijgt. De meeste chocolades komen uit Zuid-Amerika vandaan. Als je die chocolade hebt, dan is dat een fris-zure chocola, omdat het verbouwd wordt eigenlijk op oude fruitgronden. Nou, een heel mooi zuurtje zit daarin, een lekker frisse chocolade. Die kan je heel mooi gebruiken met fruit, met ananas, met aardbeien, framboos. Machtig mooie combinaties. Als je nou chocolade hebt die uit Papua Nieuw-Guinea komt of uit Indonesië vandaan komen, die hebben een wat donkerdere smaak, een wat pure smaak, een rooksmaak zit daaraan. Dat zijn hele mooie chocolades die je weer kan combineren met een whisky, met een port. Geweldige combinaties krijg je dan. Heerlijk. De bonen worden ongeveer 10 dagen gedroogd. En dan worden ze verscheept naar België toe. En dan wordt het in de grote chocoladefabrieken wordt daar een chocolade van gemaakt. Die bonen worden een beetje licht geroosterd, worden ontvliest, worden vermalen, wordt samen gemalen met suiker, vanille en sojalecithine en je krijgt een hele mooie chocolade. En daar gaan we dan inderdaad mee werken. En dan krijgen we een ruwe chocolade, die krijgen we vanuit België, krijgen we zo binnen. Je kan het eventueel proeven. Dit is een pure chocolade, dit is een 57% en dit is een 70% cacao gehalte. We hebben hier ongeveer een kleine 30 soorten chocolade hier in huis. Dat varieert ongeveer van een 28% tot 80%. En met allerlei soorten chocolade werken we dus inderdaad om nieuwe bonbons te kunnen maken. Hoe ga je bonbons maken? Hoe ga je chocola verwerken? Ik ga nu voordoen inderdaad hoe je chocola moet bewerken. Ik giet wat chocolade op de plaat. En ga dat bewerken om een mooie kristallisatie te krijgen van chocola. Ik ga het bewerken, ik ga draaien. Ik zorg dat het goed in beweging is, zodat mijn chocola ontzettend goed verdeeld wordt. En je zal zien dat het chocola langzamerhand begint te strepen en dat er luchtbelletjes in gaan komen. Dat betekent dat de chocola wat dikker wordt en dat ik hem inderdaad optimaal kan gebruiken voor mijn bonbons. De chocola begint echt nu dikker te worden. En hij begint nu tijd te worden dat ik weer terug doe in de bak. Want dan gaan we hem gebruiken inderdaad, om een mooie bonbon mee te maken. De bedoeling is om de boter en de chocolade tot een mooie massa te roeren. En dat gaan we lekker oproeren. Gaan we daar een mooie bonbon mee maken. Kijk, nu is die vulling hartstikke mooi. Is mooi luchtig. Als die luchtig is, heb je een mooie smaak eraan. En dan gaan we die mooi opspuiten met de spuitzak op die chocoladeplaatjes. De druppels, die gaan we zo meteen door de pure chocolade heen halen. Doen we met een vorkje, gaan we ze dompelen. En als je ze gedompeld hebt, laat je ze heel rustig van het vorkje afglijden. Dan worden ze hartstikke mooi, blijven ze mooi strak staan. We waren te gast bij Peter van der Rient, de chocolaterie hier aan de Poortdijk in IJsselstein. Heerlijk om eens te kijken hoe dat allemaal gemaakt wordt, maar ook om lekker te proeven. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.